spijt me als ik raak klink. Ik ben echt volledig verkouden. Dus ja, nice. Tyfus, is ook zo koud bij jullie. Vandaag gaan we weer kanalen trashen. Mogen jullie stemmen of ze doorgaan en de winnaar zo'n grote shout-out krijgen. Nu laten zien wie de vorige winnaar is en die mag een shout-out. Dat was Thomas Speel. Dus een link staat in de bio en dan kan je hem eventjes gaan bekijken. Even op hem abonneren en dan kan je vandaag weer stemmen op wie de volgende wordt. Dus Zank heeft 160 subs, wat best nice is. Ik weet dat hij best druk is met alles, dus toch wel tof dat hij groeit, ondanks dat. Ja, hij heeft hier wat iCraft content en wat PvP content. Dus daar gaan we dadelijk wat meer naar kijken. We gaan eerst even deze doen. Hij heeft dezelfde download en use trailer die ik ook had. Die kan je gewoon van het internet halen. Ik laat hem wel zien, maar gewoon hier. Oh wow, hij heeft dat zelf. Oké. Ik had er tenminste nog een andere song achter gezet. Dat is hier iets wat ik heb gedaan. Oké. Donatie. Oh, oké, inderdaad. Ligt dat aan mij of is je beeld echt 30.000 jaar ingezoomd? Anyways, je hebt in ieder geval 720 en geen 1080, dus misschien is dat ook wel hard. Je description ziet er tof uit, je hebt aardig wat comments. Gerlof, Matthijsje, dus best veel YouTubers ook. Sappig eentje is volgens mij er ook een. Ook je description ziet er nice uit, je zegt, hallo, ik ben Corné, ik ben 14 jaar oud. Very nice. Ik kan het wel iets langer maken met wat lintjes of zo, maar kom op, dit heb ik al 44 episodes gezegd. Kom op jongens. Jij bent ook al een paar keer geweest, je moet dit ondertussen snappen. Anders, ik moet wel eerlijk toe, ik vind het wel grappig om af en toe gewoon weer eens langs te komen. Kijken hoe alles gaat. iCraft hashtag 1 bekijken. Ligt het aan mij of is dit niet zo'n hoge kwaliteit? Nee, I don't even know. Ik speel geen ICK. Laat me weten of het een goede video lijkt of niet. De volgende is Ioxed. En dat is een donator. Dat is een super lieve man, bro. Ik moet hierop klikken, want jongens, dit is Dr. Phil. Bonfire meme mashup. Like. Oké, we gaan deze volle 30 seconden kijken, want fuck it. Oké, ja, dat dus. En hij doet ook Fortnite. Dus laten we eens kijken wat dit Fortnite is. Oh, deze heb ik gezien. En dit is copyrighted, dus dat gaan we niet laten horen. En je hebt totaal geen kanaalbeschrijving. Sowieso is je banner wel vet en je logo ook. Ik was vergeten te zeggen trouwens, maar die van Zank ook wel. Pretty nice. Heb je Google Plus gelinkt, maar meer ook niet. Ja, ik zou dit wel iets anders doen dan, like, exact je logo. Maar I guess dat het wel nice is. Je bestaat al sinds 2013. Dat is insane. Nou, hij is in ieder geval een OG boys. Daar is Demon JT Hell en zijn banner is vrij leeg. Je logo heeft een witte achtergrond, dus als je dit bijvoorbeeld een rode achtergrond maakt, past dat wat beter. Hier, je upload best regularly. Je krijgt niet heel veel views, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de kwaliteit, dus laten we even kijken. Client, een likeje. Oké, je hebt wel heel veel cijfers in je titel. Oké, probeer wat meer een thema te hebben wat je precies aan het doen met in je video. Ik weet namelijk niet echt precies wat dit nu is. Dus misschien even een soort van thema bedenken en dat wat duidelijker in je titel zetten in plaats van zo'n grote titel. Ook kan de beschrijving wel. Nou ja, je hebt geen beschrijving, dus een videobeschrijving is ook wel handig. Gekke game skills en mooie Bed Wars episode en Minecraft Shops tutorials, Skyblock Grinder tips, Farm, Mines, Wood en Potions. Oké, duidelijk. Misschien kan je het nog iets beter formuleren, maar over het algemeen heb je hier vrij duidelijk gezegd wat je gaat doen. Misschien nog een smileytje toevoegen, maar maakt niet zo heel veel uit. Dim je thee, boys. En dan hebben we tenslotte NickCraftNL. En ik denk dat er niemand zo vaak in de serie geweest is als hij. Ik ben echt verliefd op zijn kanaal. Hij heeft helaas een pauze, maar hij was op vakantie of zo. Maar zijn video's zijn echt amazing. Ik zal het even laten zien of zo hier. Ik ben zo blij dat het weer Halloween is. En als ik jou was. Maar volgens mij moet ik het niet zeggen. Oh, hij maakt zoveel betere content dan ik. Zal ik maar die helm afdoen, want anders gaat niemand. Zal ik maar die helm afdoen, want anders gaat niemand je verstaan. Oh ja. Goed idee. Nou, laten we beginnen bij dat huis. Snoep of ik schiet? Snoep of ik schiet? Oh my god. Hey jongens, wat leuk dat jullie er zijn. Nou, hier hebben jullie een snoepje. Oh, krijg nou wat. Er is helemaal geen snoep. Dat heb ik net zelf opgegeten. Hey, nou, veel succes bij de volgende. Later. Letterlijk Vogeljong hiervoor gevraagd. Dat is best amazing. Een Vogeljong heeft er letterlijk ook op gereageerd. Dat is pittig insane. En je beschrijving ziet er ook hartstikke top uit. En je moet wel snappen dat dit echt mega veel tijd kost om dit te maken. Dit zijn zeg maar fotootjes. Dus ieder ding wat je hier ziet is een klein fotootje. Dus ik durf... Ik, ik,
Ik ben benieuwd, maar ik denk dat hij iets van, wat is het, 300 foto's in zetten? Misschien iets minder. Ook ziet je beschrijving er heel vet uit. Ook met emojis. En je hebt alles hier gelinkt. Dus ja, dat ziet er super top uit. Okido, ik ga gewoon even heel straight zijn. Die van Nick vind ik persoonlijk het allerbeste. Dus ik ga mijn stem voor hem uitbrengen. Wie vinden jullie het beste? Vote op de Strapple. Zank vond ik namelijk ook best wel een goeie. Dus het zou me niet verbazen als je op hem vote. En de anderen waren ook zeker wel goed. Doe lekker mee als je wilt in de comments hier beneden. Wens ik jullie een fijne dag.